Een derde deel van de nog aan te leggen bedrijventerreinen in de gemeente wordt geschrapt. Het college van BNW verwacht namelijk dat de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen laag blijft. We hebben een onderzoek laten doen door bureau Stek en Louter. En daaruit blijkt dat we in de hele regio een grote hoeveelheid bedrijventerreinen te veel in de voorraad hebben. Die we in de principe nooit meer zullen gaan verkopen. En daarvan moeten we nu de consequenties nemen. En dat betekent dus dat we gaan schrappen en dat betekent dat we gaan uitfaceren. Bij de plannen die nu geschrapt worden gaat het onder andere om de 75 hectare van de tweede fase van Westpoort en een deel van het bedrijventerrein Meerstad. Totaal wordt er voor zo'n 100 hectare geschrapt. Volgens wethouder Ton Schoor komt het vooral door de economische crisis dat de vraag naar bedrijventerreinen wegblijft. Er zijn destijds aannames gemaakt dat er in de regio Groningen-Assen ongeveer 50 hectare per jaar verkocht zal worden. Nou, die prognoses zijn echt veel en veel lager door de crisis. Het is ook niet de verwachting dat we dat niveau weer zullen halen. Ja, dan heb je dus te maken met een tekort. En ja, het verlies moet je nemen als het zich aandient. Dat is nu. En wij nemen dus onze verantwoordelijkheid daarin. De schadepost voor de stad is ongeveer 35 miljoen euro. Dat bedrag is al meegerekend in het totale tekort van de stad van zo'n 150 miljoen euro.